Vol trots kan ik mededelen dat we zijn overgenomen naar MySolution. En dat brengt ons één stapje dichter bij de droom: meer recruitment teams succesvoller laten werken met data. Zo is dat. Even een stapje terug in de tijd. We zijn natuurlijk ongeveer al tien jaar bezig bij Onrecruit om jou te helpen data te vertalen naar recruitment succes. Ongeveer drie jaar geleden hebben wij de eer gekregen van de aandeelhouders van Onrecruit om het management van Onrecruit over te nemen. Um, en nou wat natuurlijk uh, jij ook wel wellicht als klant al wel hebt gemerkt, is dat wij zijn steeds meer bezig zijn om naar die intersectie van data en, en tech ja, om die te proberen te vangen en die droom te verwezenlijken. En daarin hebben we uh, in MySoos een heel mooie partner gevonden um, en ook al een heel mooie klantcases samen met hen uh, ontwikkeld. Um, nou, het is natuurlijk niet meer dan logisch dat na zo'n lange periode het op een gegeven moment uh, tijd is voor een strategische stap voor een bedrijf uh, en voor de aandeelhouders. En dus is het prachtig dat we dat hebben kunnen combineren met nou ja, het, 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 het vinden van een manier om, zoals Dirk zegt, die uh, de versnelling van het volbrengen van onze missie uh, te gaan bereiken. Uh, nou, dat is precies waarom wij samen gaan werken met, uh, met MySolution en MySolution on Recruiters heeft overgenomen. Yes, en dan denk je natuurlijk als klant, wat, wat betekent dat voor mij? Uh, in dat, wij gaan veel meer doen eigenlijk, kunnen doen met de data die we hebben. Dus we blijven integreren met alle systemen waarvan je al weet dat we integreren. Maar daarbovenop kunnen we ook gaan benchmarken wellicht over uh, hoe doen verschillende vacatures in de verschillende functiegroepen, omdat we een keer beschikking hebben over meer data. We kunnen actual insights gaan koppelen, dat er automatisch taken of workflows of alerts plaatsvinden op basis van wat er gebeurt. We krijgen gewoon veel meer capaciteit om uh, nog meer teams te helpen succesvoller te worden met data en data echt voor ze te laten werken. Zo is dat. Dus op de korte termijn verandert er waarschijnlijk niet heel veel voor jou als klant. Uh, op de lange termijn zitten er heel veel mooie voordelen en kansen aan. Um, uh, ik kan me voorstellen dat je vragen hebt uh, of dat je ons misschien persoonlijk wil feliciteren. Stuur in dat geval eventjes een e-mailtje naar je Customer Success Manager. Dan plant hij iets voor jou en ons in samen. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Uh, zoals je merkt, wij hebben er heel veel zin in. Um, dit is niet het einde van het tijdperk. We're just getting started. Uh, ik hoop dat jij er ook heel veel zin in hebt. Let's go!